Welkom bij weer een nieuw takelverhaal. In deze aflevering gaan we toeteren in het aquaduct. We gaan naar een eenzijdig ongeval, wat geen eenzijdig ongeval is. We worden in de weg gezeten door een busje op de A44. We gaan op zoek naar een ander busje met een paar fietsjes erin in Lisse. En we komen een Formule 1 auto tegen op de openbare weg. We gaan beginnen. Nou, nogmaals welkom allemaal en tof dat jullie weer kijken. Tof ook dat jullie redelijk massaal abonneren op het kanaal. Afgelopen weekend door de 1000 abonnees zijn gegaan, 2 keer zelfs. En een paar die ermee gestopt zijn met volgen en weer anderen erbij. Dus in plaats van allemaal cijfertjes heb ik nu 1k bij het aantal volgers staan. Nou, dat is toch wel weer een mijlpaaltje en toch wel weer even leuk. In de comments op afgelopen filmpjes krijg ik regelmatig wat kritiek op het geluid, op het blurren, dat soort dingen meer. Hebben jullie allemaal gelijk in? Sorry. Het geluid, daar wordt aan gewerkt. Er zijn microfoontjes besteld, dus dat moet beter gaan worden. Het camerawerk, ja sorry, ik heb geen cameraman bij me. Die elke keer keurig netjes op de juiste plek gaat staan en fantastisch mooie beelden schiet. Ik doe het gewoon bij mijn telefoontje en met een paar van die GoPro cameraatjes. Ik heb ook geen editor in dienst die dan al die beeldjes keurig netjes leuk achter elkaar plakt. En ik heb al helemaal niemand die hele leuke sketches voor me schrijft die we dan op gaan nemen. Ik doe het gewoon zelf, wat ik zeg, cameraatje, telefoontje en een programmaatje op mijn computertje om alle beeldjes een beetje aan elkaar te plakken. En dat is wat het is, sorry. Mocht je iemand weten die mij uit kan leggen hoe Adobe werkt, ik hou mij aanbevolen. Stuur even een reactietje. En ik doe mijn best en ik werk eraan. Sorry, je zal het er even mee moeten doen. Goed, genoeg lopen zeuren, genoeg lopen teuten. De eerste klus, een ongeval in het Ringvaart Aquaduct. We gaan rijden. We zijn onderweg naar de A4 rechts bij 21-3. Dat is in het aquaduct, het oude aquaduct. En het zou gaan om 2 voertuigen en er zijn 2 rijstroken dicht. En dan staan ze meestal op rijstrook 1 en of 2. Want je hebt daar 2 van die buizen, zeg maar. En die ene, daar gaan 2 rijstrookjes door en die andere, daar gaat er maar 1 door. Zo. Dan gaan we even naar over het oude Rijkswaterstaatterrein, snijden we even een stukje af.
De Mercedes is achterin die cupper aangeklapt. Ik heb het even snel omgedraaid. We gaan het even weghalen snel. Die bestuurster van die cupper die heeft last van de nek. Dus de ambulance aanrijdend. Het is allemaal wel krappies. Even kijken hoor. Nou daar. Ja. Vroeger toen ik jong was, was het allemaal veel duidelijker natuurlijk. Even kijken of hij het nog doet. Ja. Startsysteem. Ik wil het toeteren. Klote auto's. Ik ga even stoeien. Nou, het toeteruur is voorbij. En we hebben hem neutraal gekregen van de parkeerrem af. Dus ik ken nu mijn bak op. En dan die Seat die gaat achtervoor in de lepel. Dat is wel een elektrische, maar die is achterwiel aangedreven. Dus als ik dan het stuur vastzet, dan kan het geen kwaad. We wachten even op de ambu, want de bestuurster van die Seat die heeft wat last van de nek. Maar de politie zei, begin maar alvast met, met laden. Dan kunnen we lekker snel weg hier, hè. Hou ik wel van als er een beetje doorgegaan wordt. Zo, nou, we zijn boven, dus ik ga hem even vastzetten. Nou, Mercedes staat erop. Die Cupra die rijdt nog, ja. Ik ga hem niet dat hele eind duwen. De vrouw had net koffie gehaald in de... bij de Esso, een klein stukje verderop. De Shell heet dat, sorry. Kijk, en dat krijg je dus als sensoren denken dat er iets achter je auto staat. Ik hou van een bakje koffie, maar dit is... Zo. Hoppatee. Remmetje. Zeker. Ja, was ik er bang van. Nou, dan geloof ik het wel. Nou, hij staat vast. De stuur hebben we vastgezet met de gordel. Die gaat nergens heen. Pakken we nog even die gevaren driehoek. Ik denk dat die van de Mercedes is, maar hoor ik zo wel. Ambulance is inmiddels ook te plaatsen. En dan gaan we pleiten. Als alles goed gaat met die mevrouw. Nou, uiteindelijk is die tweede mevrouw ook met mij meegegaan. Niet met de ambulance, maar met mij. En hebben ze bij ons op de zaak schadeformulier ingevuld. En hebben wij ervoor gezorgd dat ze weer verder naar huis konden. En de auto's die zijn naar een schadebedrijf gebracht om weer op geknapt te worden. Goed, volgende klusje. De A44. Ik heb het er al een paar keer over gehad. Die is nog heel smal. En zonder signalering. En als je dan naar een ongeval moet en het is druk en het staat vast, dan wordt het al wat lastiger. En het wordt helemaal lastig als mensen in bestelbusjes niet op zitten te letten. En de doorgang een beetje blokkeren. Kijk maar. We zijn onderweg naar de... We zijn nogmaals onderweg naar de A44 rechts, bij 11.6, dankjewel. En daar heeft een ongeval plaatsgevonden. Maar ze een beetje last, ze hebben hier geen, vast wel eens een keertje gezegd, geen matrixborden, geen smalle vluchtstrook. Dus het is redelijk shit hier zo.
allemaal. BMW staat erop en ondanks dat het niet helemaal duidelijk is of er nou twee of drie auto's, want er is nog een ander kenteken gevonden. En ik heb een beetje rare schade aan de zijkant, maar de politie vindt het niet nodig om nog een, om een onderzoek te doen, gelukkig, dus we kunnen lekker doorgaan. Ambu laat een beetje op zich wachten, maar ze hebben gezegd van nou begin maar vast met laden. Dus ik heb stiekem auto ook een klein stukje naar achteren gereden dat de ambu voor me moet gaan staan. Voorbij me moet gaan staan, sorry. Dan kunnen we die Alfa tenminste opladen en als die meneer eruit kijkt, er is de ambu. We gaan even wapperen. Nou, Mito hangt in lepel, bestuurder zit nog even in de ambu. Dus we gaan even afwachten. En dan gaan we de boel weer vrijgeven als die met de ambu mee mag of met mij mee mag. Lekker zonnetje erbij, heerlijk. Nou, de bestuurder van die Mito die is uiteindelijk met de ambulance meegegaan. En nou ja, de weg was er redelijk snel weer vrijgegeven. Volgende klusje, we gaan weer terug naar de A4 bij 26.5. Daar was een, dacht ik, eenzijdig ongeval gebeurd. Weg naar de A4 rechts bij 26.5. Daar is een eenzijdig ongeval met letsel gebeurd, staat er in de melding. Nou reed ik net aan, toevallig aan de andere kant en in de middenberm staat een Volkswagen Uppie of een Seat Arosa of zo. Of Skoda heb ook zo'n kleintje met andere stickers. Die met mensen daarnaast, brandweer was aanrijdend, politie was aanrijdend, weginspecteur van de provincie die stond erbij, ik denk dat hij toevallig langs reed of zo. Nou, top dat hij dan beveiligt. Dus we gaan zo meteen even oversteken, tussen de auto's door naar rijstrookje 1 en dan even kijken wat we aantreffen. Die gaan zeker weer weg, ja dat dacht ik al. Geen gewonden. Hier de auto. Ja? Nou, die wisten ze aan rijden voor Rijkswaterstaat. We hadden een
de rechterzijde zat ook nog een bestelbus. Die hebben elkaar geraakt. Oké. Okay. Dus we even afwachten met de RWS hoe of wat. Ja, oké. Okay. Misschien nog wel rijbaar. Ik ga wel even kijken, lopen wel even rondje omheen, ik ga wel even kijken. Maar ik ga er eerst even voorbij. Oh, daar staat het busje, mijn rolbakkie. Nou, we gaan even kijken. Nou, het busje staat daar in de verte. Even kijken of ik een beetje in kan zoomen. Daar zo, mijn rolbakkie. En... het is een uppie, die staat hier zo. Die heeft de vangrail gekust. En een beetje zijschade. Dus die gaan we zo opladen en dan rijden we denk ik even naar die meubelbak om die weg te halen. En dan kachelen we door. Nou, ik heb het even rijden geprobeerd, maar dat werkt niet. Dus touwtje eraan en trekken maar. Oh. Lekker geraakt. En rappetij. Zo. Even loshalen en dan... Nou, ik heb die up, die staat er bij mij up. God, wat slecht. Echt slecht. En die bus die rijdt voor ons, zien jullie daar zo in de verte. En we zijn nu onderweg naar de McDonald's. En dan gaan we daar eventjes... hoe heet dat? Kunnen ze het schadeformulier invullen. En er is ondertussen ook al iemand onderweg. Die rijdt achter me. Met zijn alarmlicht aan, dat is handig. En, maar die rijdt achter me en die is er om die heren van die up op te, mee te nemen. Dus nou, kan ik even die jongens daar afgooien en dan kunnen ze een schuimformuliertje invullen en dan kennen ze verder. En dan was het eigenlijk allemaal weer een storm in een glas water. Maar we zijn even lekker bezig geweest, dat is ook belangrijk. Nog even, als we bij de McDonald's zijn, nog even de schade, want hij heeft een heel klein beetje schade, maar is niet heel erg veel. Dus. Wat er gebeurd was misschien ook wel handig. Die bus, die reed op rijstrook 1, althans dat is het verhaal, bus reed op rijstrook 1. En het was een beetje file en hij werd rechts ingehaald door die up. En die kwam in een keer naar links. Nou, daar reed die bus. Dus toen heb die bus, die kwam tegen die up, of die up tegen die bus. Het is gaan tollen en die up is in de middenberm terecht gekomen en nou ja, meneer is op de vluchtstrook gestopt. De politie neemt vast een voorschot op strakkies. Die hebben hem maar even hier neergezet. Nou, dat is alle schade die deze heeft. Dus meneer gaat schadeformulier invullen en die rijdt dan daarna rijdt hij gewoon lekker door. En dat kan hij oplossen met zijn leasemaatschappij of met zijn weet ik veel. En ik neem alleen de up mee. En de heren die worden hier opgehaald. Dus nou, toppie allemaal weer. En wij gaan naar de volgende. En zo zijn we alweer toegekomen aan het laatste filmpje van dit takelverhaal. In beslagname van de politie. Het zou gaan om een busje vol met fietsen en het was geen Duitser. We zijn onderweg naar Lisse, naar de westelijke randweg. We hebben geen nummer, maar gewoon de westelijke randweg. En daar gaan we een politietakel doen. De politie die heeft een Pools busje aan de kant gezet. Ja, Pools, geen Duits. En die bus die zit vol met fietsen.
Vandaar die hele slechte grap. En die fietsen zijn gestolen. Oh, dat is mooi. Nou, denk ik, want halverwege de randweg heb je een parkeerplek. Het is nu voorjaar, zoals jullie zien. Ja. Narcissus, daar links, weet je wel. We zitten in de Bollestreek, vlakbij de Keukenhof. Dus er zit een klein stukje verderop, er zit zo'n parkeerplaats en er staan van die huisjes waar ze van die bloemenslingers en bollen en weet ik het allemaal wat verkopen. Ik denk dat ze daar staan, maar we gaan het wel zien. Net bij een ander klusje toen ze belden. Die auto die staat al achterop. Ja, je wilt de politie ook niet al te lang laten wachten, want die hebben ook andere dingen te doen dan wachten op bergers. Dus die andere auto maar even meegenomen. Kijk, ik kom hier oorspronkelijk vandaan, niet uit Lisse, maar een klein stukje terug Sassheim in de Bollestreek. Ik ben nu weg uit de Bollestreek. En eigenlijk is deze tijd van het jaar is de enige tijd dat ik een beetje heimwee heb naar waar ik vandaan kom. Gewoon puur voor die bloemen en bollen en hartstikke lachen, hartstikke leuk. Kijk, daar links bedoelde ik, daar heb je die... stoppen dan strakjes stoppen al die touringcars hier weer. Als de Keukenhof open is en dan die gasten gruwelijk veel geld verdienen aan buitenlandse toeristen. Maar geen Pools busje. Ja, dan is de volgende is het tankstation. Zou de kruising met de Herenweg moeten zijn. Dat is mijn nadere informatie. Dat zou dan hier zijn. Of aan de andere kant van het dorp. Dan heb ik echt zitten slapen. Dus hier een busje.
die witte dan zijn? Nee. Dat is wel een Ducato. Echt? Oh, slecht. Nou, hebben we hem. De politie is onderweg. Ik denk dat ze vanuit het bureau gegaan zijn om bestuurders of zo weg te voeren. Hij staat wel open, maar... De politie komt zo de sleutel brengen. Dus even wachten en dan gaan we hem laden en dan gaan we weg hier. Nou, busje hangt erachter. En... geen fiets te zien, dus alle flauwe grappen kunnen... Wel netjes afgetimmerd. Alle flauwe grappen kunnen de prullenbak in. We gaan naar de zaak. En we gaan er vandoor. Dan krijgen we vanzelf wel een keertje de opdracht van de ANWB om hem, of tenminste van Logix, van de politie, om hem weg te brengen. Of hij wordt bij ons opgehaald. Nou, dat was dan alweer het laatste filmpje van deze aflevering. Allemaal bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, ik heb tegenwoordig ook een Facebook paginaatje, dus je kan me ook op Facebook volgen, Taco_Dennis. Hou deze pagina even in de gaten, want binnen nu en niet al te lange tijd komt er nog een leuke verrassing, extra filmpje. Wel een takelverhaal, maar anders dan jullie gewend zijn. Dus blijf kijken. Ondertussen kunnen jullie zien dat ik een Formule 1 wagen tegengekomen ben onder het rijden. En ja, heb je vragen, heb je opmerkingen, deel ze hieronder in de comments. Hou het wel leuk, hou het wel gezellig voor me. En tot volgende week. Doei!